Jullie zijn in Scherpenzeel beland bij Annemone Horse Trucks, de paardenautoleverancier van Nederland en ook eigenlijk buiten Nederland. Want we verkopen ook van Dubai tot Zweden en Spanje. Ik ben de eigenaar van Annemone Horse Trucks. Het is een familiebedrijf. We bestaan dit jaar 25 jaar, dus we hebben een jubileum te vieren. Wij hebben multibrand, dus we zijn sowieso niet merkgebonden qua truc, hè, qua chassis wat eronder zit. De merken die we gebruiken en eigenlijk veelal gebruiken is MAN, Scania, Mercedes en Volvo. Onze auto's worden allemaal voorzien van een VLD-systeem. Die worden dus RDW gekeurd. En nou, daar waren wij op zoek naar een goede partner, zeg maar, die ons daarin kunnen voorzien. We willen een makkelijke inbouwmogelijkheid hebben, hè, dus dat het sowieso qua uren makkelijk is om in te bouwen. Nou, en daar was Ticom eigenlijk de perfecte partner voor, want wij hebben natuurlijk een draadloos systeem wat betreft temperatuurmeter en de unit. Ja, dat is perfect, dus we hoeven geen kabels te trekken, minder kans op storing. We bouwen een hoofdunit in met een temperatuursensor voor VLD-certificaat te kunnen behalen dat de RDW gekeurd wordt. En waar de klanten dus mee mogen reizen langer dan 8 uur, waardoor ze de temperatuur in de gaten kunnen houden bij een paardengedeelte. En als optie erbij is dat er een volgsysteem in zit, dat ze ook weten waar de auto zich bevindt. Waar we vroeger met de computer altijd in moesten loggen bij de RDW, was altijd een probleem. Hebben we nu de app gekregen en dan komen we in de app. Kunnen we live de temperatuur zien als het ware wat in de auto is. En de alarmsettings zijn gemaakt dan van 5 tot 30 graden. En daar buiten krijg je zelf een alarm op je telefoon. En ja, dan is de urgentie van oké, wat ga je ermee doen? Het fijne met Ticom is natuurlijk dat het heel snel schakelen is, 1-op-1 op de mensen op kantoor. Met problemen wat we soms wel eens hebben natuurlijk en snel opgelost worden. En het fijne is dat je een luisterend oor hebt en samen hebben we die plaats bepaald waar we de unit gaan plaatsen. Voor de beste signaalsterkte en ook de goede kwaliteit die we willen leveren.